Uw aandacht voor een bekendmaking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Aan de houders van goedkeuringen, CQ-toestemmingen op visvergunningsaanvragen verleend door de waarnemend directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij tot en met 31 december 2018 wordt ten overvloede benadrukt dat de goedkeuringen, CQ-toestemmingen als grondslag hebben de jaarlijkse visserijbeschikkingen die op grond van de Zeevisserijwet worden geslagen en daardoor slechts geldig zijn. Tot en met 31 december van het jaar waarin de goedkeuringen CQ-toestemmingen zijn verleend. Voor zover niet anders overeengekomen met de goedkeuring CQ-toestemminghouders, zijn alle goedkeuringen CQ-toestemmingen op 31 december 2018 vervallen voor de vaartuigen die voor deze datum niet zijn aangeboden bij het Onderdirectoraat Visserij voor de verplichte inspecties. Paramaribo 18 februari 2019, de waarnemend directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij Deepak Jairam.